Goedemiddag allemaal. Welkom weer bij een nieuwe live uitzending. We gaan vanmiddag even weer gezellig allemaal nieuwe artikelen laten zien. Ik ga even alles klaarzetten en kijken of jullie mij kunnen vinden. En dan gaan we van start. Ik ben bang dat het wel weer gevaarlijk wordt om mee te kijken, want er is weer allerlei leuks. En er is echo. Ik dacht dat ik geluid uit had gezet, maar blijkbaar dus niet. Maar dat geeft niet. Inmiddels is het uit en volgens mij heb ik alles klaarstaan. Ik heb jullie gevonden. Ik hoop dat jullie mij kunnen vinden. En dan gaan we zo beginnen. Bakje koffie erbij. Nou, deze keer op de maandagmiddag, want dat kwam mij iets beter uit. En morgenochtend ben ik ook nog weer live en dan ga ik wat bloemetjes maken. Ik heb dan geen compleet project klaar, maar dan gaan we gewoon samen even de bloemetjes opbouwen. Ik ben daar niet zo goed in als die andere dames, maar dat geeft helemaal niks. Als we maar wat bloemetjes maken, toch? En iedereen moet dat ook gewoon op zijn eigen manier doen. Dus we gaan daar morgenochtend gewoon lekker een beetje mee aan het stoeien. Nou, de maandag gewoon goed beginnen met wat nieuwe artikelen. Later deze week komt er hopelijk ook nog weer wat nieuws binnen. Dus misschien dat ik dan ook nog weer eventjes een keer weer live ga. Maar dat gaan jullie nog zien. Even een bakje troost en dan gaan we van start. Nou, mannencreaties. Mannencreaties is altijd wat lastiger. Maar als je eenmaal de juiste materialen in huis hebt, dan valt het best wel mee. Nou, Findit heeft weer een nieuwe collectie uitgebracht. En dat is de Man in Staal. Die is van Yvonne Creations en die collectie die bestaat uit wat leuke stansmalletjes. Ook straks voor Vaderdag natuurlijk ontzettend leuk. Een hele mooie jeans pocket en die kan je ook weer achter een... hier kan je ook een soort pocket van maken. Er zit een labeltje bij met jeans. En dan moet ik even kijken hoe ze dat precies hebben gedaan. Want daar hebben ze ook nog weer een langere strook achter gemaakt. Nou, er zit in ieder geval ook zo'n stiksteekrandje zit er nog bij. Er zit een kleine jeans pocket bij en een grote jeans pocket. De winkel is op maandag altijd gesloten. Op maandag doen we alleen orders pikken en dan allerlei andere werkzaamheden. Maar dan is de winkel wel gesloten voor klanten. Wat er ook bij zit is dus een telefoon. Een watch, zeg maar. En de AirPods. Dus echt een beetje een setje voor de multimedia, de smartphone en dergelijke dingen. En een setje voor sport, dus een tennisracket, een baseball cap, een sportshirt, voetbal. Dus dat zijn de stansmalletjes. Dan hebben we een knip of een paperpad erbij. Ook hierin staan wat leuke voorbeelden al. En zoals jullie wel weten, Findit die heeft nu zelf ook een eigen design team. Die posten ook in onze groep. En die dames die gaan ook diverse live uitzendingen in de groep van Findit doen. En daar kun je dus ook allerlei voorbeelden met deze creaties van vinden. Dit paperpad is een beetje gebaseerd op de knipvellen die erbij zijn. Dus dezelfde kleurtjes van de knipvellen. Nou, er zijn knipvellen en push-out vellen. Dit zijn de push-out vellen en dat zijn wat elementen voor mannencreaties. Dus ook hoeden, een beker, een pijp, een stropdas. Dan zijn er wat 3D plaatjes. Ook dit is push-out. Dus uitdruk. Nou, gericht op sport.
En dit is ja, iets neutraler. De nieuwsbrief erbij, een smoking. Dus dat zijn de stansvelletjes. En die zijn ook voor de liefhebbers ook gewoon in knipvelletjes verkrijgbaar. Niet iedereen wil die stansvellen, dus je kunt ze ook gewoon zelf knippen. Dan hebben we een Creative Embroidery Set. Dat is een borduursetje om 8 borduurkaarten te maken. In dit pakket zitten dus de prikpatronen plus de knipvelletjes. En voorin staat de algemene werkwijze plus wat je per creatie nodig bent aan bijvoorbeeld kaartkarton wat erbij past, het borduurgaren wat erbij past en de stikkervelletjes. Dus dat is voor een aantal geborduurde mannenkaarten. Dan heeft Findit ook nog wat leuke essentials. Plaatjes. En dit zijn push-out vellen. Dus die kan je mooi als basis voor je kaart gebruiken. En die zijn er dus in push-out of knipvel. Ja, dan hebben we ook nog een hele leuke serie weer van Design by Anna. Design by Anna, dat zijn van die leuke build-up diertjes. Nou, deze keer is het Dean Duck. En Dean Duck, die kan je dus bij dit leuke papier plakken. Ook leuk voor echt hele kinderkaartjes, zeg maar. Maar ja, kinderkaartjes moeten we natuurlijk ook maken. Ik doe het echt veel te weinig, terwijl het wel hartstikke leuk is. Ja, ik weet nooit zo goed naar wie ik die moet sturen. Nou, dan hebben we een parapluutje daarbij met regelaarsjes en een waterplas. Dan hebben we Dean Duck uiteraard. En Dean Duck die kun je zelf op gaan bouwen. Dan hebben we een leuke circus tent voor Dean Duck. Of voor de andere build-up diertjes van Findit natuurlijk. En we hebben zo'n watersplash. Nou, Dean Duck, dus dit stansje, kun je gewoon los bestellen voor €4,49. Maar bestel jij de Hobbyzine Plus, dan krijg je die er gratis bij. Dus dat is de goodie wat bij deze Hobbyzine zit. En die is €7,95. Nou, voor €7,95 krijg je daarbij dus een heel mooi glossy tijdschrift. Met ook allerlei inspiratie natuurlijk ermee. Kijk, hier staat inspiratie in voor de mannenlijn van Findit. Hier zie je de stansjes ook nog even uitgewerkt. Even kijken, er zitten borduurpatronen in. Nou, uiteraard ook allerlei reclame en dergelijke. Maar er zitten ook heel veel patronen in. Ook met die mooie vintage bird collectie. Ook mooie voorbeelden. Nou, Marianne design voorbeelden. En hier heb je bijvoorbeeld ook Dean Duck in staan. Leuk met de paraplu erbij. Gecombineerd met de andere diertjes. Nou, hier heb je Dean Duck ook nog weer. Kijk, dit is toch ook leuk. Dus dit is met het achtergrondpapier gedaan. En daar Dean opgeplakt en dan heb je in principe al een prachtige kaart klaar. Nou, deze, kijk, hier zie je allemaal patronen nog. En er zitten ook knipvellen bij. Dus in principe als je alles optelt, dan heb je eigenlijk dit blad gratis. En betaal je dus alleen het stansmalletje en de dingetjes. Dit gaat in mijn bak. Dan heb ik dat laten zien. Dan ga ik even snel
Na Studio Light, daar zijn ook een paar nieuwe producten van uitgekomen. Er zijn 4 leuke nieuwe silhouette stempeltjes uitgekomen. Voor de zee, tropische bladeren. Deze mooie bloemen, dat zijn de bellflowers. En van die mooie mandala elementjes. Als het goed is, zal er vast in de catalogus een voorbeeld mee staan. Kijk, hier hebben we wat voorbeeldjes ermee. En er zijn ook nieuwe layered mask stencils. Een hele mooie klaproos. En met de mask stencils, daar is Corine afgelopen zaterdag al mee live gegaan. Dus dat staat al op ons YouTube kanaal. Een mooie zeepaardje. En de vissen. Dus dat zijn de nieuwe layered mask stencils van Studio Light. Dan, even kijken. Heb ik dat laten zien? Dan wil ik even tussendoor iets laten zien. Nou, jullie hebben vast wel gezien dat wij sinds kort van de Faber-Castell van de Black Edition ook de Skin Tone Set hebben. Nou, die Skin Tone Set, die wordt heel veel gebruikt. Ook op YouTube zijn er een aantal van die goede kleuren, zeg maar. Die dus heel veel inkleuren, ook met deze speciaal voor de huid. En onze collega Jolien, die is er ook mee aan de slag gegaan. En die heeft dus deze creatie alleen met dit setje ingekleurd. Nou, moet je zien hoe ontzettend mooi dit is. En dit setje kost maar €6,99. En daar zitten dus 12 potloden in. En hier heb je dus verder niks voor nodig. Dit kan je maken met dit setje. Nou, voor ook bijvoorbeeld mee te nemen op vakantie of iets dergelijks, is dat toch gewoon ideaal. Dus ik ben daar heel blij mee. Dus dat wilde ik even tussendoor laten zien. Nou, dan hebben wij van Vasen Creative nog weer wat nieuws binnen. En ik laat eerst deze even zien. Dat is het dotted cardstock. Leverbaar op A4 formaat en op 30,5 bij 30,5. Nou, wat zit er in die pakken? Daarin zit dus, zoals het al heet, dotted cardstock. Dus stipjes cardstock. Heel erg leuk om als basis voor een kaart te gebruiken. Bijvoorbeeld alleen wat bloemetjes erop doen. Een beetje erop spetteren op de achtergrond. En je hebt dan een hele mooie basis klaar. Ook voor stempelkaarten ontzettend leuk om een ingekleurde stempel erop te doen. In zo'n pakket zit dus 5 keer zwart, 5 keer kraft, 5 keer gebroken wit en 5 keer wit. Dus dat is leverbaar op A4 formaat en op 30,5 bij 30,5. Het setje van A4 kost €12,95 en de 30,5 is €14,95. Dan hebben we daarnaast ook heel erg mooi parelmoerpapier. En het parelmoerpapier, dat is ook op A4 en op 30,5. Er zit 1 kleur in. Nee, je moet dan niet rechtstreeks daarop kleuren, maar je plakt daar dan je ingekleurde afbeelding op. Zo bedoelde ik dat eigenlijk. Ik weet niet of jullie het kunnen zien in beeld, maar dit parelmoerpapier, moet je zien hoe mooi dit glanst. Dat is het nieuwe witte parelmoerpapier. Dat is, even kijken, ik denk 216 gram zo. Ja. Dus hier zit 10 vel wit in. En
dat brengt mij dan ook weer bij het volgende setje. Want dan wil ik deze ook nog even een keer weer laten zien. Dat parelmoerpapier hebben we dus niet alleen in wit. We hebben ook setjes van de Florence. En daarin zitten dus allerlei kleuren parelmoerpapier. Dus er is ook een set verkrijgbaar. En het is nu dus ook alleen in wit verkrijgbaar. Dus hele mooie, chique, ja, chique papier is dat. Ja. Dan heeft Vasen Creative nog wat nieuws uitgebracht. En dat zijn deze twee tapponzen. En tapponzen zijn natuurlijk altijd handig. Deze tapponzen, dit zijn de Heavy Duty ponzen. Aan de onderkant zit een schuifje waarmee je hem weer open en dicht kan doen. Nou, de Heavy Duty, dat betekent dat ze door stevig of ook dikker kaartstok kunnen. Ik ga hem eens eventjes testen. Waarom wil jij er niet helemaal onder? Oh, hij moet ook zo worden. Kijk, dan heb je een heel mooi tapje. Ik ga even kijken of je hem... Nee, die kun je niet verder. Ik dacht dat hij ook dubbel zou kunnen, maar dat kan dus niet. Maar het is... Oh, dit is een heel mooi formaatje, moet ik zeggen. Nou, deze ponzen, die zijn gewoon echt, ze kunnen ook door het iets dunnere chipboard. Ik zal even kijken wat erbij staat, tot hoe dik het papier kan. Even kijken. Oh, er staan dus verschillende, je kan een enkele of een dubbele tap maken. Voor de enkele doe je het materiaal erin en dan stansen. En voor de tweede, daar kan je dus een dubbele pakken. Ja, dan moet je dubbel papier tussen doen. En daarom is het dus ook een heavy duty. Kijk, en zo heb je dus een mooie dubbele tap. Oh, dit is helemaal leuk. We gaan deze ook eventjes proberen. Nou, je kan ze heel mooi weer opbergen. Door hem netjes even weer in te klappen. Nou, ik had hem niet helemaal netjes. Kijk, een klein stukje ernaast. Dit is ook een leuk modelletje. Ook leuk om daar dan weer bovenaan nog weer een touwtje of een lintje aan te gaan doen. Oh, deze is ook leuk. En die kan je natuurlijk ook gewoon weer enkel gebruiken. Dus die kan je ook als een enkele label gaan gebruiken. Nou, dat zijn dus de nieuwe ponzen van Vasen Creative. Voor wat ze kosten. Die zijn €13,50. Ik had eventjes deze gepakt, want dit zijn namelijk de ponzen van Bassie. Nou, dat hadden jullie wellicht al wel begrepen. Die gaan we gelijk even weer opruimen. Dan, wat kan ik nog meer laten zien? En daar komen we... morgen ook nog op terug. En afgelopen vrijdag heeft Rihanna hier al een live mee gedaan. Vanmorgen heeft Alice hier al een live mee gedaan. En ik ga er morgenochtend ook nog mee bezig. Nou, de nieuwe flower, ja, Paper Flowers for Love collectie van Elizabeth Craft Design. Er zit een heel leuk bonbon doosje bij. Nou, dat doosje kan je heel uitgebreid maken. Kan je gewoon clean en simpel houden.
Je kan hem vullen met van alles en nog wat. Dit is een leuk voorbeeldje er al mee. Niet moeilijk om in elkaar te plakken, maar wel ontzettend leuk. Dus dat is het nieuwe bonbondoosje. Dan zitten er hele mooie blaadjes bij de Elegant Leaves nummer 1. Nou, je kan die blaadjes natuurlijk de tak in zijn geheel gebruiken of je gebruikt een gedeelte van die takjes. Dan hebben we deze, die vind ik zelf ook ontzettend gaaf. Hele mooie takjes, ook weer met swirls erbij. Dat zijn die. Nou, dan zit er een setje bij met teksten. Ook die weer super gaaf. Nou, de bloemetjes, de Florals 20. Dat zijn deze. Nou, overal zitten ook weer van die hele mooie blaadjes bij. Met deze ga ik morgen aan de slag, de Florals 21. Ook weer een superleuk modelletje, keer wat anders. De Florals 22. Ook weer een heel mooi model. Nou, dit is helemaal een bijzondere bloem, ook ontzettend mooi. Dat is de 23, denk ik. Ja. En dan hebben we nog een setje met de Florals Minis. Dus dat zijn hele leuke kleine mini bloemetjes. En die mini bloemetjes, die kan je verschillende modelletjes op elkaar bouwen. Je kan deze gewoon allemaal 10 keer uitstansen. Er zitten kleine blaadjes bij. Er zit een grote blaadje bij. Ook weer een ontzettend leuke. Nou, Rihanna die was hier natuurlijk zaterdag voor de live demo dag. Of voor een design team dag. En die heeft gelijk wat creaties meegenomen. Nou, hier zie je die leuke bloem al. Kijk, zij heeft ze echt ontzettend leuk opgebouwd. Kraaltjes in het midden gedaan. Dit zijn de takjes. Ja, je kan er van alles mee doen. Hier heeft ze een mooie boom met allemaal grote bloemen gemaakt. Nou, een beetje sisal ertussen. Echt ontzettend mooi. Dan heeft ze op de plannenpagina ook die leuke, aparte bloemmodelletje gebruikt. Dus ook voor op een plannenpagina ontzettend leuk. Een labeltje met daarbij de leuke mini bloemetjes. Op deze plannenpagina ook weer de mini bloemetjes en wat leuke opgewerkte bloemen. Nou, de bladeren er weer bij. Ook op deze creatie, ook die mooie bladeren weer. Weer die grote bloem. Hier weer de blaadjes. En ook dit prachtige voorbeeld. Deze had ze in de live gemaakt. Ook weer de mooie kleine bloemetjes met in het midden. Ja, allemaal van die... Die cadenssteentjes. Dus ja, die bloemen, je kan er zoveel mee doen. Ze zijn gewoon ontzettend leuk. Nou, morgen laten we daar de rest dus van zien. Nou, voor bloemen maken hebben wij ook allerlei materialen. En dat wilde ik dus in deze live ook nog even laten zien. Zo hebben we bijvoorbeeld van Heartfelt Creations heel fijn wit foam. Waarmee je de bloemetjes kunt uitstansen, op kleur kunt brengen, kunt vormen. Ontzettend leuk. Dan hebben wij van Joycrafts een matje. Dat is gewoon een zacht rubber matje. Waarmee je dus de bloemetjes kunt vormen.
We hebben ook van Marianne Design een setje. En dan heb je dus een matje en van die opbolpennetjes. Dus je kan kiezen voor of alleen het matje. Of je gaat voor een setje met een matje en twee van die molding dingen. We hebben van een Crafters Companion hebben we ook van die molding ball tools. Ja, het is een hele mond vol. Maar dat is dus ook een matje waarop je dus je bloemetjes kunt vormen met van die hele grote bollingen. Dus daar kan je de bloemen iets grover mee opbollen. Dan hebben wij ook nog van Sizzix een setje. Ja, we hebben eigenlijk best wel veel voor bloemetjes maken. En ik wil dat deze keer toch even allemaal laten zien. Want weet je, dit zijn dingen, ja, dan bestel je zeg maar nieuwe bloemetjes en dan weet je niet wat er verder allemaal nog verkrijgbaar is. Dus deze keer even ook de andere elementen erbij gedaan. Nou, hier heb je een, ook weer een matje voor het opbollen van meneer Tim. En die heeft ook van die mooie tools. Nou, ik moet zeggen, deze zien er wel heel erg gaaf uit. Kijk toch eens. Dan heb je wel mooie luxe molding. En we hebben een pincet. En moet je zien, oh, die heeft al een hele scherpe punt. Deze had ik zelf eerlijk gezegd nog niet gezien, maar dat is ook wel een... Dit is wel weer een heel mooi setje. Hadden we al wel langer in de webwinkel. Soms is het voor mij ook gewoon gevaarlijk om te kijken. Nou, dit is dus ook de shaping kit. Deze had ik nog niet gelinkt, maar zal ik nog even gaan doen. Dus dit is ook een compleet set. Die is €19,95. En dan hebben we nog een matje of een molding mold. Waarin je de bloemetjes kunt laten drogen. Ik heb hem zelf, maar ik heb hem nog niet gebruikt. En wellicht ga ik die morgen even testen hoe dat werkt. Ja, je kan het ook gewoon met een theelepeltje opbollen. Weet je, er zijn heel veel mogelijkheden. Je kan het luxe doen. Je kan het met je huistuin- en keukenmateriaal doen. De ene keer bol ik ze ook heel veel op. De andere keer doe ik het bijna niet. Dus ja, weet je, kijk gewoon ook even per creatie. En we hebben natuurlijk ook nog het bekende Ultimate Toolkit van Susan's Garden van Spellbinders. Die ga ik morgenochtend ook gebruiken. Zit een schaar in, zit een pincet in. Nog een pincet. Daar zitten van die losse elementjes in. Nou, waar het allemaal precies voor gebruikt wordt. Ja, heel eerlijk gezegd. Ik heb daar nog niet genoeg lives voor gekeken. En niet genoeg bloemetjes voor gemaakt. Maar ik ga er gewoon morgen mee aan de slag. Daar zit ook zo'n opbolmatje bij. Er zit een craftsheet bij. En een speciale voor de blaadjes te nerven, zeg maar. Dus dit setje ga ik morgen mee aan de slag. En daar zit dus een etuietje bij om het netjes op te bergen. Ik moet zeggen, dit set verkopen we ontzettend veel. Hij is niet goedkoop, maar als jij heel veel bloemen maakt, dan heb je natuurlijk wel gelijk alles bij de hand. En er zitten heel veel leuke basistools bij. Dat leg ik hier weer even in. Ja, dit set is ook gewoon een stuk uitgebreider dan die van meneer Tim. Maar je kan ook niet altijd alles hebben. En niet iedereen kan ook altijd alles betalen. Hè? Soms moet je ook gewoon iets minder nemen. We hebben ook van Vasen Creative... die zit in mijn pre-order voor de lijn van
Ik weet niet precies waar het over gaat. Ik mis geloof ik iets. We hebben eventueel ook nog deze embossingpennen van Vase & Creative. 3 verschillende maten pennen met allerlei verschillende opbollingen. Dus je kan ook zeggen van ik heb bijvoorbeeld al zo'n matje. Ik wil die bolpennen erbij. Die zijn dus ook nog verkrijgbaar. Dat is van Vase & Creative. Nou, en wat hebben wij nog meer voor bloemetjes? Nou, bijvoorbeeld voor in het midden van de hartjes hebben wij van die hele leuke foam buds. Ik denk dat ik daar morgen ook even mee aan de slag ga. Die kan je zelf op kleur brengen. Kan je leuke glaskraaltjes weer opmaken in het midden van je bloemetje. En je hebt hele mooie meeldraadjes. Dus dat zijn allemaal elementen voor bloemen maken. Nou, we hebben nog veel meer. Maar dat heb ik hier niet in mijn mandje zitten. Wat er ook nog binnenkwam. Ja, er is gewoon weer te veel. Ook deze heb ik nog niet gezien. Even kijken, dit zijn 2 pieces. Nou, ik weet niet wat ze bedoelen met 2 pieces, maar ik zie er echt maar 1 in zitten. Dus dat ga ik eens eventjes vragen wat daar de bedoeling van is. Maar dit is dus een Easy Grip mat. En die Easy Grip mat die kan je dus bijvoorbeeld op je werkmat leggen. Of op je, je glasmat leggen of iets dergelijks. Dit wordt dus een anti-slip mat als je hier bijvoorbeeld je, je inktpad of iets dergelijks oplegt. Of je mask stencil of iets dergelijks. Dan verschuift het niet meer. Dus dit is anti-slip. Ik denk dat ze deze erbij bedoelen. Dat dit een soort voor de afmeting, zeg maar. Maar ik zit even te kijken of ik het kan vinden wat ze bedoelen met 2 keer. Ik vind dat een beetje misleidend op de verpakking, eerlijk gezegd. Maar het is in ieder geval, jullie kunnen het hier ook wel zien. Het is voor het vasthouden van inkpads, mask stencils, papier en dergelijke. Dus wil jij gewoon werken zonder dat je spul verschuift, plak je papiertje hierop. Lekker mee blenden. Nou, ik ga eens even uitzoeken wat dat voor gekkigheid is met tool pieces. Maar in ieder geval, een gripmat is sowieso altijd makkelijk. Ik heb zelf eerlijk gezegd nog een gripmat van Vase & Creative. Die gebruik ik. Maar ja, dit merk had hem nu ook dus. Dan moet je af en toe, hè. En wat we ook nieuw binnen hebben, is ook van Tim Holtz. Dat is ook de Media Surface Mat. Maar die is dus een heel stuk groter. En die kan je dus ook weer op je glasmat leggen. Ook dat is voor anti-slip. Even kijken wat hierop staat. Heavy Duty Non-Stick Mat. Non-Slip Base Surface. Clean with Soap and Water. En dit is dus een hele grote die dus op je glasmat past. Ja, dit is inderdaad die nieuwe Patricia wat Tim Holtz in de live had laten zien. Dus daar kan je ook gewoon lekker op kliederen met je mixed media items. Nou, zal ik zeggen dat we nu alles hebben gehad of willen jullie nog meer zien? Want ik kan nog meer toveren. Want, nee.
uiteraard laat ik nog meer zien. Want jullie zitten natuurlijk te wachten op het papier van jouw Bella. Ik moet dat eventjes uitzoeken, want ze hebben het papier een beetje door elkaar gelegd. Ik wil dat even per collectie hebben. Nou, we beginnen. Ik dacht dat ze alles netjes neer hadden gelegd, maar... Nee. Weet je, dan doe ik het even anders. Dan ga ik gewoon zo doen. Ik begin dan eerst even met de rijstpeper. Nou, het merk Ciao Bella. Ciao Bella heeft nieuwe rijstpepers. En dat zijn... Oh, deze is wel echt ontzettend gaaf. Wordt echt tijd dat ik ook weer de rijstpepers op ga pakken. Ook hele leuke kaartjes. Er zijn echt behoorlijk wat rijstpepers. Ook deze met die vogels. Kijk toch eens. Ontzettend mooi. Hele mooie vlinders. Deze prachtige bloemen. We hebben deze. En deze. En deze. Oh, dit is toch te leuk. Ik heb het niet gezien. Ik kijk nu ook gewoon even met mijn blinddoek voor. In goed geluk dat jullie het allemaal in de camera netjes kunnen zien. Want ik wil dit helemaal niet zien. Ik heb daar toch geen tijd voor om dat te maken. Oh, Anita heeft er al wat meegenomen afgelopen zaterdag. Dus wellicht zal zij jullie vast wel in een live daar een keer mee willen verblijden. En ze zal ook zeker wel wat voorbeelden ermee laten zien in de groep. Dus Anita, als je wil, mag je dat gerust een keer live doen. Kijk, dit is toch echt prachtig. Oh, deze kleuren ook. Oeh, ik hou hier wel van. Mooi ook met deze is ook gaaf. Weet je, hier hoef je verder eigenlijk bijna niks meer op te doen. Een beetje met een mask stencil nog met structuurpasta, met gouden glitterpasta of zo. Gouden spetters eroverheen. Oh. Ik moet een keer weer gaan kliederen, dames. Ik ga eens even kijken of ik dat een keer weer op kan gaan pakken. Deze collectie. Dat is de Indigo. En de Indigo hebben wij twee grote paperpads op het formaat van 30,5. Ik laat ze straks beide even zien. We hebben een A4 paperpad. Een paperpad op 20,5. En een klein paperpad. En dat kleine paperpad, dat heeft allemaal knipplaatjes. Nou, daar begin ik gewoon mee. Knipplaatjes, kijk eens. Alle plaatjes zitten er drie keer in. Dus drie keer deze. Drie keer deze. Dit is wel allemaal enkelzijdig en zonder zo'n randje eromheen. Dus je moet zelf het randje even knippen. Kijk, de achterkant is toch ook gewoon gaaf. Oeh, dit is ook wel een heel leuk setje. Kijk eens. Prachtig. Met een mooie peacock. Allemaal leuke elementjes. En deze, kijk toch eens. Nou, dit is ook wel een hele gave serie.
zakje er weer omheen. Nou, dat was de paperpad met de knipplaatjes. Dan hebben we het 20,5 paperpad. En daar zit alles denk ik 2 keer in. Kijk, het lijkt gewoon alsof daar gewoon goud al op zit. Het is gewoon echt, oh. Dit is toch ook weer te mooi. Kijk toch eens. Nee, alles zit er 1 keer in. Sorry. Ook hele leuke kleine kaartjes. Dit is ook een prachtige. Oh, dit is wel heel erg mooi papier. Deze ook. Ik heb het niet gezien. Jullie ook niet. Gewoon met oogkleppen kijken, want het is veel te gevaarlijk. Er zit een paperpad bij op A4 formaat. Dat paperpad op A4 formaat heeft allemaal van die leuke extra elementen om uit te knippen. Dus ja, labels en dergelijke. En uiteraard ook weer prachtige achterkanten. Ook mooie klokken. Deze kan je voor ATC'tjes ook nog weer goed gebruiken. Dit is mooi als basis voor een kaart. Er zitten leuke labels bij met teksten. Prachtige achtergronden. Dit is de A4 paperpad. En dan hebben we nog 2 grote paperpads. Dit is een met hele mooie basiskaart. Kijk toch eens, dit is toch al leuk als basis voor een kaart. Oeh, heel mooi. Hier kan ik wel weer blij van worden. Kijk eens, mooie designs, mooie ontwerpjes. Een prachtig paperpad. Dit is het extra paperpad nummer CBT061. En dan hebben we daarbij nog een gewoon paperpad. Dus je kan ze ook prima met elkaar weer combineren. Nou, deze wil niet zo heel goed open. Ook weer aan de achterkant van dat mooie papier. Kijk toch eens, dit is toch ook gewoon prachtig. Dus ja, Ciao Bella die heeft gewoon altijd hele uitgebreide collecties met verschillende paperpads die je allemaal met elkaar kunt combineren. Deze ook, oh, ik vind hem echt super gaaf. Daar zitten knipplaten bij. Kijk toch eens. Ja, het is inderdaad zonde om daarin te knippen. Ook die kaartjes erbij. Achtergrond met klokken erbij. Palmbladeren erbij. Echt heel mooi. Ik vind ook de kleurtjes. Weet je, deze kleurtjes die. Ja, daar heb je niet zo heel veel papier in verkrijgbaar. En ja, je houdt ervan of je houdt er niet van. Maar ik vind het wel een hele mooie, chique combinatie. Nou, dat is die collectie. Dan hebben wij. Even kijken, dan moet ik even kijken. De Rain of. Grace. Even kijken of ik daar nu alles van heb gepakt. Nou,
deze hoort er nog bij. Deze Rain of Grace, daar heb ik, dacht ik, ja, ook een klein paperpad van met knipplaatjes. Ik zal ietsje sneller gaan werken, want anders dan kom ik de tijd niet door. Want ik heb nog aardig wat combinaties te laten zien. Oeh, dit is ook prachtig. Kijk eens. Schitterend. Kasteeltjes erbij. De paarden erbij. Kleine vogeltjes. Allerlei diertjes. Ja, mooi voor het raam met een boek. Heerlijk. Kijk eens. Oh, deze is echt heel mooi. Ook hele mooie hekjes erbij. Ook weer met bloemetjes. Prachtig. Vlinders. Slakjes. Dit is ook een hele mooie. Weet je, dit is bijvoorbeeld ook heel mooi om hier weer die paperflows van ECD weer bij te gaan gebruiken. Leuke combinatie. En er zit er nog één bij met sleutels. Dus dat zijn de knipplaten van de Rain of Grace. Dan hebben we daarbij een A4 paperpad. Ook weer met labels en dergelijke. Nou, ik zeg maar niks meer. Het is gewoon te leuk. Hele mooie kleurtjes. Gewoon lekker overal ja, geschikt voor. Het is gewoon een collectie wat, ja, een beetje vintage, nostalgische kaarten. Er zitten tekstjes bij, mooie retro achtergrondjes. Ook voor plannerpagina's een ontzettend leuke. Nou, dat was die. Dan hebben we daarbij een groot paperpad. Met al een heel mooi alfabet, zie ik. Ja, er is weer veel te veel leuks. En komende tijd komt er nog veel meer binnen. Dus ja, je moet gewoon kiezen van wat vind ik zelf het mooiste. Waar ga ik voor? Maar ja, alles kan natuurlijk niet. Oeh, dit zijn ook mooie bloemen. Dit is ook wel een hele mooie collectie weer. Maar ja, ik hou ook wel echt van die kleurtjes. Dat is het grote 30,5 paperpad. Ja, vakantiegeld deze maand. Ik denk dat je het vakantiegeld echt wel kwijt kunt aan de hobby. Wat dat betreft. Maar ja, scheelt. Ik ga sowieso nooit op vakantie. Dus ik weet al wel wat ik doe. Maar lekker weer iets leuks voor de hobby aanschaffen. Vorig jaar heb ik mooie potloden aangeschaft. En dit jaar weet ik het nog niet. Oh, dit is ook gaaf. Ja, Ciao Bella is echt... Oh, kijk eens wat een mooie plaat. Ik zou alleen al voor die platen zou ik zien in deze collectie al bijna aan willen schaffen. Deze ook. Briljant. Heel erg mooi. Nou, er zitten dus knipplaten bij. Oh, dit is wel echt een collectie waar ik blij van was. Zoals dit ook. Ja, weet je, daar een klein standje erop, een leuke tekst erop. En je hebt gewoon al een kaart klaar. Het hoeft niet altijd zo moeilijk te zijn. Deze ook. Oh. Niet kijken, Janine. Ik ging met oogkleppen op kijken, hè. Of wat van die mooie zelfgemaakte bloemen erop.
Ideetje voor morgen. Daar kunnen mooi optiekaartjes de zelfgemaakte bloemen op. Dan hebben we ook nog het 20,5 paperpad. Dus die is dan net iets kleiner. Kijk, gaaf toch? Nou, ik denk dat ik morgen maar even wat bloemetjes ga maken bij deze collectie. Dan heb ik dat voor mezelf al gelijk helder. Hoef ik daar niet meer voor wakker te liggen wat ik ga maken. Gewoon wat blommigins hierbij. Nou, dat was de Rain of Grace. Dan hebben we nog de Enchanted Lens. Ik dacht dat ik er al bijna was, maar ik heb nog twee collecties te gaan, dames. Dus jullie zijn nog niet van me af. De Enchanted Lens. De knipplaatjes. Oh, dat is inderdaad wel gek, Hella. Als je naar Almelo gaat en dat de auto dan eerst langs Rijssen gaat. Maar ja, ergens snap ik het dan wel, hè? Kijk, ook dit. Ja, als jij van fairies, elfjes en dergelijke houdt, sprookjes, dan is dit gewoon een prachtige collectie. Kijk eens. Klokjes, labeltjes. Er zitten teksten bij. Er zitten hele mooie bloemen bij. Kijk, die klaprozen zijn toch ook prachtig. Ook deze bloemen. En hele mooie hortensia's. En hier zie je de fairies wel. Ik moet zeggen, deze fairies zijn wel, denk ik, iets lastiger om te knippen. Maar het is wel te doen. En dat zijn die knipplaatjes. Dan gaan we naar het paperpad van 20,5. Even een slokje thee. Kijk, onze mooie fairies. Prachtig toch? Je eigen sprookjes. Dus de flauwe fairies. Ja, het is een beetje de flauwe fairies van vroeger. Ik weet niet of jullie die nog kennen. Daar heb ik toen wel heel veel kaarten mee gemaakt met die knipvelletjes daarvan. Dus dat is het 20,5 paperpad. Mooie vlinders ook weer. Kijk, die klaprozen, geweldig. Dat is die. Dan hebben we de A4. Nou, ook daarin weer allerlei knipplaten, teksten, labels, allemaal leuke basisdingen. Oh, dit is ook prachtig. Voor ATC-kaartjes. Nou, ik vind die kant ook prachtig. Nou, echt heel mooi. Ja, ik probeer er even ietsjes sneller doorheen. Want anders gaat het allemaal niet op tijd lukken. Het is niet dat
de live na een uurtje ermee stopt of iets dergelijks. Maar voor mij is het zitten straks wel weer eventjes gebeurd. Er zitten... Even kijken, zijn geen echte flauwe fairies. Nee, dit zijn geen echte flauwe fairies, maar... Ja, ik noem ze maar eventjes zo, want ja, hoe moet ik ze anders... Als het beestje mijn naam heeft, toch? Bij deze ook weer hele mooie basisplaten. Kijk toch eens. Oh, dit is ook mooi. Mooie kleurtjes ook. Nou, allemaal leuke huisjes. De mooie hortensia's. De klaprozen. Deze mooie bloemen. En de vlinders weer. Die gaan er ook weer in. En dan hebben we nog het grote peperpet. Dat is deze. Kijk eens. Ook weer ontzettend mooi. Kijk, die blaadjes zijn toch gewoon te leuk. De klaprozen weer. Nou, ik ben wel heel blij dat we deze collectie wel genomen hebben. Ook leuk om zelf fairies te stempelen, in te kleuren en die er weer bij te plakken. Dus dat is de Enchantland collectie. Dan zijn we er nog niet. Want dan kom ik nog bij de Blooming. En de Blooming collectie die is iets kleiner, want die heeft geen knipplaatjes erbij. Ja. Die Blooming collectie hebben wij... dat is al een oudere collectie en daar hebben wij dus niet... alles van, want dat was ze toen nog niet. Hiervan hebben wij dus 3 paperpads. 2 op 30,5 en 1 op 20,5 bij 20,5. En ja, deze kon ik gewoon niet laten liggen, want ik vond die gewoon te mooi nog. En wij hadden de vorige keer hadden wij niet alle... of was voor ons alweer een tijdje geleden dat wij bij Ciao Bella besteld hadden. En ik had zoiets van, ja, deze collectie hebben we toen niet gehad. Dus die neem ik nu nog gewoon er even weer bij. Dus er zitten echt prachtige papieren in. Kijk toch eens. Ook weer hele mooie kaartjes erbij. Voor ATC'tjes, labeltjes, dergelijke. Dat is de Blooming. Op 20,5. Nou. Dan hebben we daarvan nog een 30,5 paperpad. En ja, deze is ook weer ontzettend mooi qua kleur en ook qua designs. De kaartjes weer, hele mooie, met lichte stipjes. Hele mooie bloemen en vlinders en vogels. De prachtige met de vlinders. Deze mooie mixed media. Kijk, dat is gewoon echt zo'n vleugel van een vlinder. Deze mooie bloemen. Deze zit er nog bij. Oh, dit is ook gewoon echt een... Zo'n mooie collectie. Dit is wel weer super leuk. Nou, hier kunnen we wel weer blij van worden, toch? Wat
alleen wel weer keuzestress van waar wil je het eerste de schaar in zetten. Mannenpapier is inderdaad is er minder. Er zijn wel een aantal mooie soorten. Maar ik kan ze zo even uit mijn hoofd 1, 2, 3 niet noemen. Ja, in ieder geval Minte heeft wel mooi mannenpapier. Daar heb ik vorige week nog een live mee gedaan. Nou, ook dit setje is dus ook op 30,5. Knipplaatjes erbij. Vlindertjes weer. Labeltjes. Borders. Nog meer borders. En mooie streepjes en bloemen. Nou, dat kan je heel mooi allemaal met elkaar combineren. En dit is dus de Blooming collectie. En dan gaan we nu naar de laatste collectie. En dat is de Farmhouse Garden. Nou, dat is ook weer een superleuke collectie. Dit is wel het laatste hoor. En dan is mijn mandje ook echt leeg. Maar dan denk ik dat jullie ook al genoeg gezien hebben. Dan wordt de keuze. Of dan kunnen jullie gaan kiezen. Want de keuze is reuze. Ja, dit is toch cute. Deze vond ik zelf ook zo leuk. Ja, bloempjes en bijtjes, diertjes. Daar houdt iedereen van. Zonnebloempjes erbij. Hele mooie teksten. Wat leuke elementjes. Met ook weer mooie zonnebloemen aan de achterkant. Nou, onze kruiwagen, emmer, zonnebloem, schepje en wat hondenpootjes. Hier wat kookelementen. En hele mooie zonnebloempjes. Dat zijn de knipplaatjes bij deze collectie. Nou, daar hebben wij bij een 20,5 paperpad. Dat is deze. Kijk, dit is toch ook gewoon te leuk. Je ziet dit. Hier kan ik gewoon echt blij van worden. Dit zijn, is ook gewoon zonde om eigenlijk in te gaan snijden. Het is veel te mooi. En ja, ik hou ook wel echt van die kleurtjes. Zonnebloempjes, ja, dat gele, dat groene, dat spreekt mij gewoon altijd ook gewoon ontzettend aan. Hele leuke afbeeldingen allemaal. Cute. Die gaat in de verpakking. Dan hebben we daarbij een setje met knipplaatjes. Of nou ja, knipplaatjes, labels en dergelijke. Dus ook weer een leuke klok, allerlei leuke labels erbij. Ook weer mooi achtergrondpapier aan de achterkant. Dus dan kun je kiezen van welke kant je wil gebruiken. Ook voor ATC'tjes weer ontzettend leuk. Wat leuke basiskaarten. Nog meer leuke labels. Kleinere labeltjes. Mooi houtstructuur met die labels. Dan hebben we daarbij nog een groot paperpad.
als die tenminste open wil. Het grote peperpet. Kijk, oh, dit is toch gewoon inlijsten en achter een schilderijtje plakken. Ik vind hem ontzettend leuk. Dit ook, dat, ja, daar hoef je eigenlijk verder niks meer aan te doen. Super mooi. Ja, zonnebloempjes en bijtjes. Ik zeg het al, dat blijft gewoon ja, een heel populair item in onze winkel. Dus deze konden we ook zeker niet meer staan. Dat is die. En dan gaan we de laatste verpakking openmaken. Last but not least. Kijk, oh, die kaartjes. Te leuk toch. Dit is echt, oh, dit is ook. Echt super leuk. Deze plaatsen ook. Prachtig. En die achterkant. Nou, dan hebben we. Wat hebben we? Dan kan ik van deze collectie. Ik moet deze nog even in het pakje stoppen. Gewoon rustig doordoen. Jullie moeten gewoon heel even nog geduld hebben. Van deze collectie kan ik jullie namelijk al een voorbeeldje laten zien. Ja, ik heb nog een paar dingen, daar ben ik nog even mee bezig. Dat moet nog gemaakt worden. Die zijn al wel alvast gestanst. Dat komt uit het 20,5 paperpad. En dit voorbeeldje heb ik dus al klaar. Kijk, die lijn is toch gewoon te leuk. En ik heb hier zo'n verborgen gleufje in gemaakt. En daar kun je dus de labeltjes nog weer achter steken. Dus dan kan daar later nog iets opgeschreven worden. Maar dit is dus gemaakt met deze nieuwe ja, Farmhouse Garden collectie van Ciao Bella. Nou, dan wil ik nog even één voorbeeld of. Voor diegenen die niet hebben meegedaan. Afgelopen zaterdag. Nee, vrijdag. Hadden wij een online workshopdag in een besloten groep. 4 workshops voor 10 euro. Die workshops kun je nog steeds boeken. Dus heb jij nu de voorbeelden gezien en wil jij ze alsnog maken? Je kunt nog steeds meedoen. Je kunt je daarvoor aanmelden. Nou, mijn creatie was dus deze flappenkaart. Die sluit je met een mooie band. En die kan je heel leuk zo neerzetten. Heb ik gemaakt met het papier van P13 en dan de Sea Stories collectie. Ik had er nog leuke labeltjes overal aangedaan. Nou, leuk zeethema. Dat was het voorbeeldje wat ik gemaakt had van tevoren. En tijdens de live heb ik dezelfde workshop nog even weer gemaakt. Met hetzelfde papier. Alleen nu met blauw kaartkarton. Dus hij ziet er al gelijk heel anders uit. Deze keer heb ik op de voorkant de labeltjes gemaakt. En dit was dus mijn tweede voorbeeldje. Dus dat is met die nieuwe. Of dat is van de surprise workshop van afgelopen vrijdag. Workshop is dus nog steeds te boeken. Kun je gewoon op je eigen tijd gaan volgen. Nou, dat was het voor nu. Ik hoop dat jullie je keuze kunnen maken. Morgenochtend ga ik even lekker wat bloemetjes samen met jullie maken. En dan hoop ik jullie weer te zien. In ieder geval voor nu,
alvast een hele fijne avond. Eet smakelijk voor straks. En tot de volgende keer maar weer. Doei doeg!